Het internet telt hele schamende momenten. Maar dat allemaal is niks bij wat jij vandaag gaat zien. Vandaag gaan wij reageren op mijn oude Instagram posts. Vandaag is de dag dat ik mijn middelbare schoolreputatie helemaal naar beneden ga gooien. Als die al hoog lag. En dan gaan we beginnen met foto nummer 1. Ja, als je dat kapsel ziet dan denk je van po. Stefan heeft er wel veel aan gedaan in 2 jaar. Je ziet al een microfoon op de achtergrond. Ik deed al aan YouTube. Dat doe ik al sinds groep 6 denk ik. Dat is al echt al een hele lange tijd dat ik aan YouTube doe. Maar ja, zoals je ziet, chapsel on point. Dit was de tijd dat ik van groep 8 overging naar de middelbare school. Met zo'n kapsel. Zo sta ik ook al mijn eerste schoolfoto. In de eerste klas. Dat krijg ik allemaal weer mee als ik mijn examen gehaald heb. Ja, allemaal schamende dingen. Maar dat is allemaal niks. Dit is nog helemaal niks. Vergeleken met deze foto. Ja, het blijft wel lekker aan het eten. Dat dacht ik dus ook. Dit was al op de middelbare school. En ik had een lekker broodje. Dus ik dacht, laat ik daar een foto van maken. Terwijl ik dat broodje ga eten. Schamend. Een selfie maken tijdens dat je brood eet. En die op je Instagram pagina zetten. Volg je me trouwens al op mijn nieuwe Instagram. Stefan_Bolk. Ga mij lekker volgen. Vind ik hartstikke leuk. Ik vind het altijd gezellig als mensen mij volgen en zo. Dat vind ik echt leuk. Dus ga mij volgen. Oh, Stefan. Wat een sexy foto. Ik was echt een selfie master te zien aan deze foto's. Een sexy gezicht, man. Oh, wat geweldig. Maar dat is ook weer helemaal niks. Bij de volgende foto, ja, dat heb je telkens. Oh shit, Stefan, ben jij aan de bier? Nee, het is gewoon ranja. Het is gewoon ranja. Je weet wel, gewoon de limonade. Maar ja, ik dacht... Er wordt ingebroken in mijn huis. Ik dacht cool te zijn. En het leek op bier. Het was geel. En mooie, ze zien mij ook zo schijnheilig lachen joh, dat wil je niet weten. Oh, wat mooi. Zoals ik al zeg, bij elke foto is het volgende wat jij gaat zien stukken, maar dan ook stukken erger. Nee toch? Deze foto. Waarom? Waarom Stefan? Verpest je alles? Alle coole selfies die je gemaakt had. En dan zet je dit erop. Dat vind ik echt, echt heel jammer, jongen. Chapsel on point. Gezicht on point. Beetje ziek. Sip gezichtje. Deze foto gaat je nog heel lang achterna zitten. Hij staat nou voor eeuwig op het internet. Dit is mijn meest schamende foto aller tijden. Dit is nog meer schamend dan die gekke foto waar ik ooit op gereageerd had. Dit is veel erger. Veel erger. Dan hebben we hier weer iets anders. Dit is een voetbalspelletje. En daar was ik wel goed in of zo. Dus dat wou ik laten zien. Yo, ik sta met 0-3 voor in 17 minuten. Ik vond het cool. 20 likes. Yo. Zie jij hier ziet. Ben ik aan het werken? Waar ben ik mee aan het werk? Nee, natuurlijk niet met school. Nee, hier was ik met YouTube aan het werken. In de eerste klas had ik een YouTube channel. Fantastic Gaming HD. Dat YouTube channel, ja, weet je niet. Beetje onserieus Clash of Clans filmpjes maken. Gewoon zeg maar, je hebt hier een telefoon. Waar speel je Clash of Clans op? Je filmt het met een andere telefoon en je hebt een Clash of Clans video. Nou, hier was ik dus die filmpjes aan het editen. Dat duurde wel 0 seconden, want ik edit er nooit. En ja, ik heb toch ooit 319 abonnees gehad op dat kanaaltje. In een paar jaar tijd. En nou, ik was er trots op. Ik was er helemaal trots op. En ik vond het helemaal al mooi dat ik hier echt keihard aan het werk leek. En dacht ik, ja, ik zet hem op Instagram. Ik vond het leuk. En 19 mensen ook. Dit vond ik een geweldige foto destijds. Reason why we lose a FIFA game. 1% the other player is better. 19% fucking bullshit. Hier was ik helemaal al hartstikke trots op. Ik weet niet, maar ik was heel trots op dingen. Dus daarom zet ik dat op mijn Instagram. Ik stond op een of andere website, Mindplace. En dan streams. En dan stond daar tussen Fantastic Gaming HD op Twitch.tv. Ja, ik stond er gewoon tussen. Dat vond ik destijds heel leuk. Schreeuw een beetje hard. Ik vond het geweldig. Ik vond het echt top dat ik daar tussen stond. En ik was er helemaal trots op. Dus ja, dan zet ik het op Instagram. Maar eigenlijk had ik per video misschien 20 kijkers of zo. Dit was ergens midden in het jaar. En daar had Jens een lekker band. Weet je niet wie Jens is?
Dat is Jens. Jens had een lekker band en Jens' opa kon niet halen. Jens' ouders kon niet halen. En toen zat ik van, ja, nou laat ik mijn opa wel halen. Ik had mijn opa gebeld en die heeft ons toen opgehaald. En ja, toen was de fietsband lek. Ja, het was een heel leuk festijn. Waarom zet ik dit ooit op mijn Instagram? Ik heb geen idee. Dan hebben we hier de laatste foto, de laatste Instagram post. En dat is namelijk de webcam. Ik had ergens midden in het jaar kreeg ik deze webcam. Wow, deze zieke webcam, jongens. Ik had een webcam gekocht. Ik vond het helemaal cool. Ik dacht, ik ben nou echt een hele goede YouTuber. Dat was ik nog steeds niet, maar dat maakt niet uit. Ik had 19 likes op mijn Instagram post. Mijn naam was trouwens Stefan Bonk YouTube. Daar ben ik verder nog niet op ingegaan. Maar ik dacht dat ik een echte YouTuber was. En zoals jij kan zien, heb ik hier mijn Instagram zoals het eruit ziet. Ik wil Angela X Meijer bij deze een dikke shout-out. Waarschijnlijk krijgt er misschien 2 volgers bij, maar dat maakt niet uit. Dikke shout-out, want door jou kon ik nog even deze foto's krijgen. Want jij volgde het nog. Ik had 44 volgers. Dus er zijn nog steeds 44 mensen die al deze foto's kunnen bekijken. Als je erbij zit, heb je heel erg geluk. Dan heb je echt heel erg geluk. Ik bedank jullie weer voor het kijken naar deze video. Hopelijk vond jij hem weer tof. Druk dan even dat blauwe duimpje omhoog. En abonneer ook als je nieuw bent. Ja, tuurlijk. Je mag altijd abonneren hoor. Als je de video leuk vond en je denkt van, nou, ik wil wel meer van dat soort filmpjes zien. Abonneer dan meteen. Laat ook ideeën in de comments achter van nieuwe video's. En dan zie ik jou weer bij een nieuwe video hier op mijn kanaal. De volgende keer weer hier dezelfde tijd. Zelfde dag, dat weet ik niet. Dat zeg ik altijd. Zelfde tijd, dat wel. De volgende keer weer. Hier op Ozo. En mazzel.